Straks gaan we beginnen met de film. Gaan we ook nog drie exclusieve trailers bekijken. De allereerste is van de film. Ik wist niet wat bedoel hiervoor was. Nee. Hoi guys, vandaag heb ik een nieuwe video, namelijk een review video. Ik ben deze twee weken naar drie films geweest en ze waren allemaal echt super vet, maar daar meer over later. Maar ik dacht, ik laat jullie eventjes zien hoe de voorpremières waren en wat ik van de films vond. En dan kunnen jullie in de comments achterlaten welke films jullie op dit moment super gaaf vinden en welke ik zeker moet zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en let's go further with the video. Bro, je ziet jou niet overal. De eerste video waar ik dus afgelopen week naartoe ben geweest is Ready Player One. Oh my god, Ready Player One was echt tof. Het is een film over VR game scenario dingen en ik weet niet, ik heb niet per se iets met games, maar ik vond het echt heel erg vet. De animatie van dit tijdperk is mind-blowing, maar in deze film, er gebeurt zoveel in deze film dat je echt in een soort van rollercoaster zit en dat het eerder een experience is dan zeg maar gewoon een film. Ik zal niks spoileren, maar in de eerste paar scènes, er is een race aan de hand in de city en oh my god, er gebeurt zoveel in 1 seconde dat ik echt alleen maar zo in de stoel zat van oh my god, what's happening? En gewoon, het is zo intens dat ik volgens mij deze film gewoon nog een tweede keer moet zien om het nog beter te kunnen waarderen. De film gaat dus over een man die overleden is en die een heel groot spel heeft ontwikkeld en bedacht. En dat echt iedereen speelt in het universum en iedereen is helemaal fan van het spel en je kan je eigen character maken. Je kan van alles zijn dat je wilt en je kan ook alles doen wat je wilt. Maar zodra die man overlijdt die het spel heeft gemaakt, verstopt hij 1 easter egg in dat hele spel. Waardoor als je die vindt, jij heel Oasis, en dat zo heet het spel, heel de Oasis krijgt eigenlijk. Dus iedereen is op zoek naar die easter eggs. En dan heb je natuurlijk de hoofdrolspeler die op een of andere wijze de begin naar die zoektocht fixt. En wat ik vooral ook gaaf vond was in 1 scène gaan ze zeg maar in een film. Ze gaan in het spel in een film en dat is The Shining. En ik ben zo Stephen King en Shining fan. Ik, oh my god, I can't. Ik vond het zo vet. Je moet het gezien hebben, maar Cooper, why are you what? Oké, in ieder geval super vet. Van de 5 sterren zou dit wel echt een 5 zijn. Voor de mensen die deze ook hebben gezien, laat me vooral weten in de comments wat jij ervan vond. Want ik vond hem echt heel erg vet. Coop, je snorharen. Voor film 2 ben ik naar A Quiet Place geweest. En dat was een, ook een vormpremière die ik vanuit social kon doen. Thanks social, love it. Hey, we gaan vandaag naar de 2e voorpremière. Ik ben lang, Joyce Klein. Nou ja. Ik ben wel benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar Tomb Raider. Waar ben je? Ik ga daar misschien heen, veilig. Ach, geen popcorn. Oh gosh, ik jank nu al. I'm excited. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het super. Ik hoop dat ik bang word. Oprecht. Ja. Want ik ben altijd niet bang bij horrorfilms en dan ben ik gewoon teleurgesteld. Dus als ik bang ben, dan ben ik echt blij. Mijn naam is Sophie en namens Universal en namens Sperma Pictures wil ik jullie allemaal van harte welkom heten bij deze speciale vertoning van A Quiet Place. Ik ben een heel klein beetje zenuwachtig, so excuse me. Het schijnt dus dat dit zeg maar een film is die een van de spannendste is van de laatste jaren. Exclusieve trailers bekijken. De allereerste is van de film. Jongens, ik heb echt letterlijk, ik heb net in de wc 1,5 uur staan oefenen. A Quiet Place is een film, zoals Sophie Milzik heel goed omschreef. Maar in deze nieuwe trailer moet een gezin overleven in volledige stilte. Omdat zij worden achtervolgd door bijzondere wezens die afgaan op geluid. Je moet stil blijven, anders pakken de monsters je. En de monsters vond ik een beetje lijken op de monsters van Stranger Things. Voor de mensen die Stranger Things hebben gezien. Ik vond dit zo vet. Ik denk ook vooral omdat je dan...
Het feit dat de regisseur de hoofdacteur was, dus de vader in de film. Het feit dat Nick en Emily Blunt ook in het echt getrouwd zijn en dus in deze film een stel spelen, vind ik super vet. En het meisje dat in het echt ook echt doof is. De film gaat dus over een familie die in deze situatie probeert te overleven. De situatie waar monsters de wereld soort van hebben overgenomen, maar we zien het alleen maar vanuit hun perspectief. De film heeft best wel een contrast van filmmuziek en geen muziek. In sommige scènes is het dus echt gewoon doodstil. Behalve van het feit de mensen die in de zaal popcorn lopen te vreten. Maar de film zelf is echt compleet helemaal stil. Wat ik zelf zo vet vond. Want dat is best wel iets daring om te doen, zeg maar. Om te kiezen in een film. Want veel films hebben gewoon automatisch muziek. Deze film heeft op zijn momenten ook gewoon muziek. Maar op de juiste momenten gewoon ook geen muziek. Dus je zit echt letterlijk op het puntje van je stoel. Als het bloed stil is. En je weet gewoon dat er iets gaat gebeuren. En elk geluidje dat dan plaatsvindt komt nog keiharder aan. Gebeuren gewoon dingen in die film dat je dan... Die toeleiden tot een andere situatie. En dus je ziet het soort van al gebeuren. Je weet van, oh, girl, dit gaat er nu gebeuren. Maar je zit toch nog steeds op het puntje van je stoel af te wachten wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren. Die spanning die een film, zeg maar, overbrengt. Als ik gewoon die spanning voel van de personage, dan vind ik het een goede film. En dat had deze film echt volledig. Zeker een go check it, want... Top. Sommige mensen hoorde ik achteraf van Bradley en van vriendinnetje Joy. Die zeiden allebei van ja, het einde van een beetje Maar ik persoonlijk, ik vond het einde super vet. En als jullie het hebben gezien, no spoilers voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Maar laat even weten gewoon met ja, ik vond het ook vet het einde of ik vond het kut. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik denk dat deze film wel echt een 4. 4 van de 5 sterren voor mij was. En de laatste film, dat was geen voorpremière. Dat was gewoon een film die gewoon al draait. Daar ben ik heen geweest met Emily vandaag. Wow, deze zon. Oh, wat lekker. We gaan naar Tomb Raider en I'm excited. En Emily zit in die bus. Where are you? Ze kijkt ook gewoon niet. Hey! Oh, er gebeurt altijd zo. Hij is zo snel. Hey. Nice. Nice. Fuck, ik moet helemaal naar boven. Oh, rip wel. Oké, okay, maar wat wil ik hiermee doen dan? Hij is aan het opnemen. Oh, het takje hangt ook voor. Ik wist niet wat het doel hiervoor was. Lukt gewoon niet. Ik durf het ook niet aan, want ik denk dat ik echt dat hij uit mijn hand vliegt gewoon. Okay. Nice, you did it. Koffietje erbij. Salsa is wel lekker. Nou, Emily, wat vond je van de film? Ik vind het zo ongemakkelijk. Wat vond je van de film? Ja, ik vind het wel leuk. Zeg het naar de camera. Nee. Emily! Nee. Dat was geen voorpremière, dat was gewoon een film die gewoon al draait. Daar ben ik heen geweest met Emily vandaag. Tomb Raider. En dat is dus de nieuwe Lara Croft. En ik weet dat de vorige Lara Croft door, hoe heet ze ook alweer? Angelina Jolie is gespeeld. En volgens mij heb ik die eigenlijk nog nooit gezien. Dus ik kan het niet vergelijken met hoe de vorige was. Maar Alicia Vikander, bla bla bla. De actrice die nu Lara Croft speelt. Sowieso vind ik haar echt een superleuke actrice. En ik vond dat het echt heel vet deed ook. Kijk, Lara Croft is gewoon echt je typical adventure film. En ik denk dat het ook wel een film is die gewoon easy to like is. En het was ook echt wel spannend. Alle shit waar zij in komt, die Lara Croft. Echt, ik zou 5 keer een hartaanval hebben gehad. De film zit gewoon heel vet in elkaar ook. Al die actiescènes. Ik had wel een beetje af en toe kleffe handjes, omdat ik gewoon zat van, oh my god, je kan dit, weet je wel, ren door. Ik denk dat met soort van de mystery en puzzelachtige verhaal was het niet super intens of diepgaand of zo. Weet je, het was geen Da Vinci Code of dat soort shit. Maar het was gewoon echt een hele leuke, toffe, in elkaar gezette film. Ook die was echt heel leuk. En ik denk dat ik deze een 3,5 zou geven. Meer omdat het iets meer een standaard film was. Maar nog echt wel nog steeds een solid 3,5 hoor, jongens. Nou jongens, ik hoop dat jullie het wat vonden. Vergeet dus niet even in de comments achter te laten welke film jullie gaan kijken door mijn aanraden. Vergeet niet een duim omhoog te doen. En natuurlijk eventjes te zeggen als je de films hebt gezien wat jullie ervan vonden. Ik heb jullie heel veel gevraagd om te commenten, maar kijk maar wat je wilt zeggen. En dan zie ik jullie de volgende keer alweer. Bye!